Bij een ernstig ongeval op de A50 bij knooppunt Valburg zijn vanmorgen 2 21-jarige mannen uit Utrecht om het leven gekomen. Een man uit Os van 25 raakte zwaar gewond. De politie, die eerder al meldde dat het de inzittenden van de auto mogelijk betrokken waren bij een misdrijf, is op zoek naar een man die bij het ongeval is gezien. Mogelijk de vierde inzittende van de auto. Het ongeluk gebeurde rond 3:30 vannacht op de toerit naar de A15 bij Valburg. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Waarschijnlijk kwam het voertuig vanuit noordelijke richting met hoge snelheid de snelweg op. En is daar ter hoogte van de bocht richting Bemmel en Nijmegen door de vangrail gereden en tegen een boom geknald.